De waterschappen zijn bezig met een nieuwe manier van onderzoek naar de beverpopulatie in de streek. Ze nemen watermonsters waar zogenaamd E-DNA in zit. Nou, er wordt heel veel gemonitord door de muskratbestrijding. En we hebben nu een nieuwe methode om via E-DNA zeg maar, watermonsters te nemen en daarom te kijken waar bevers voorkomen. Om de 25 meter neemt hij een sample, dus dan neemt hij een monster. Dus hij zal zo meteen het eerste monster gaan nemen. Dat gaat één keer per 25 meter. Hoe weet ze dan uiteindelijk waar ze precies zitten? Uiteindelijk als er echt E-DNA wordt aangetroffen, zouden we dit opnieuw moeten varen, zeg maar, en dan in kleinere potjes om uit te zoeken waar ze echt zitten. Dus we kunnen nu aantonen van er zit iets, ja of nee. Als we wat tegenkomen, dan moeten we hem uiteindelijk nog verder filteren. Er is een heuse opmars van bevers bezig. In de twee waterschappen waar de streek in valt, komen naar schatting op dit moment zo'n 3000 van de dambouwende knaagdieren voor. En het worden er steeds meer. Dat is een probleem. Een bever is een graver en die kan 8 tot 10 meter op een nacht in een kade graven. Als je hier zeg maar, deze dijk neemt, hij kan hier op 2 nachten doorheen zijn. Dus we willen ook weten waar die bevers zitten. Ze zoeken de bevers dus via zogenaamd E-DNA. Wat is dat nou eigenlijk en wat doen ze er precies mee? Eigenlijk laat elk organisme DNA achter in het water, dat is environmental DNA, E-DNA. En dat kunnen we dan onderzoeken of dat dus in het betreffende water zit, zoals hierachter. Ja, we hebben een pot waar dan het water in zit, dat wordt genomen door de monsternemers. En die kunnen we dan op het lab, kunnen we daar DNA van concentreren. En daar zien we uiteindelijk of er dus bever-DNA in het water gezeten heeft. En we kunnen eigenlijk kijken naar hoeveel DNA er in het water zit. Dus hoeveel DNA-moleculen specifiek van de bever afkomstig tegenkomen. En dat kunnen we dan relateren aan een bekende hoeveelheid. Waardoor we weten of er veel of weinig bever-DNA in het water zit. Ja, we zien de populatie gigantisch toenemen op dit moment. We zien steeds meer jongere bevers zijn, maar deze zomer ook overal knaagschade aanbrengen. Dus van het najaar gaan we ze echt zien, denk ik weer, ja. En wat nou als er daadwerkelijk bevers worden aangetroffen? Een ontheffing aanvragen om ze eventueel te verjagen of te verstoren. Of we gaan preventieve maatregelen toepassen om dus die bever te weren in onze keringen.